Justin, van harte gefeliciteerd. Want met je nieuwe contract ben je tot medio 2024 blauw-witter. Hoe voel je je op dit moment? Wel opgelucht. Ja, natuurlijk na zo'n blessure. Als de club dan langer met je door wil. Ja, het is gewoon heel fijn. Spreekt veel vertrouwen uit. Ik heb er zin in. Ja, je zegt al, je hebt een lastige blessure achter de rug. Maakt dat jou nog trotser dat je op dit moment een nieuwe contact kan ondertekenen? Ja, sowieso. Je moet altijd maar kijken hoe je terugkomt uit zo'n blessure. En voor mijn gevoel ben ik er best wel goed uitgekomen. En dan is het alleen maar fijn dat de club ook met je verder wil. Ja, want je hebt dit seizoen best wel een switch gemaakt. Je bent van nature een rechtsback. Maar plotseling kwam je ook af en toe in de aanval terecht te staan als echte spits. Hoe kwam het tot stand eigenlijk, deze nieuwe positie? Of het nou echt een nieuwe positie is, weet ik niet. Ik sta gewoon klaar waar de trainer me nodig heeft. En als dat dan ene moment in de spits is en ander moment als verdediger, ja, maakt mij niet uit. Op dit moment ben ik sowieso blij met elke speelminuut die ik kan krijgen. Dus ja, ik sta klaar voor waar ik klaar moet staan eigenlijk. Je hebt al wel bepaalde momenten als aanvaller tussen aanstekings meegemaakt. Winnen assist tegen Jasper Daalhuis, tegen Top Bos. Een prachtige voorzet gegeven op Joey Sleeks tegen ADO. Maar waar voel je nou echt op je plek? Meer als rechtsback of stiekem toch wel een aanval? Nee, ik denk toch wel echt als rechtsback. Aanval is af en toe wel leuk. Maar ik denk niet dat ik nog een echte aanvaller ben. Nee, voegt het wel veel toe aan jou als speler dat je ook af en toe voorin te vinden bent? Ja, dat sowieso. Ik vind aanvallen gewoon leuk, maar om nou echt vast in de aanval te zijn, dat is gewoon wel wat anders. Ik wil het team natuurlijk ook helpen met verdedigen en gewoon overal waar ik belangrijk kan zijn eigenlijk. Dus eigenlijk maakt het ook niet heel erg uit. Ja, het nieuwe systeem van Rob Penders kom je als rechtsback natuurlijk ook veelvuldig voorin. Dus mij lijkt inderdaad dat het wel een toegevoegde waarde is. Ja. Dus dat komende vrijdag staat de wedstrijd tegen Volendam het programma, vlak voor de play-offs. Hoe kijk je naar de spannende weken die komen volgen? Ik heb nog nooit de play-offs meegemaakt, dus ik heb er sowieso heel veel zin in. En we gaan er natuurlijk vol voor. We willen natuurlijk wel het meeste eruit halen. Dus ik ben benieuwd. Ja, we spelen tegen promovendus Volendam. Is dat de perfecte voorbereiding op de play-offs in jouw ogen? Ik denk wel, als je die wedstrijd kan winnen, dat je met een heel goed gevoel de play-offs ingaat. En, dat kunnen we sowieso goed gebruiken. Gefeliciteerd.